Of ik nou in mijn notitieboekje teken of op een tas. Het maakt niet uit, er zit bijna altijd wel een oog tussen. Ik vind het heel erg leuk om ogen te tekenen en ik laat je nu zien hoe ik dat doe. Ik begin met het tekenen van een vis zonder staart, dus twee bogen op elkaar. Dan maak ik in plaats van wimpers een fantasievorm. Dit kan van alles zijn, dit kunnen krullen zijn, dit kunnen streepjes zijn, bogen. Leef je uit, het is jouw oog, dus maak er ook je eigen ding van. En dan teken ik de binnenkant van het oog, dus de pupil. En dat zijn twee bogen met daar in het midden een rondje en een, in dit geval een hartje. Maar hier kun je ook een klein rondje doen, zoals bij een echt oog of een ster. Of, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. En je kunt dus allerlei soorten ogen maken. Hier maak ik, ik noem dit altijd het flower power oog. Dat is dus een fantasievorm met allerlei boogjes. Maar ja, er zijn echt allerlei variaties mogelijk. En daarom is het ook zo verslavend om ogen te tekenen. Want bijna geen één oog is hetzelfde. Dit was hem alweer. Dag 17. Zie je morgen. Zelfde tijd.